55 jaar geleden waren de na de Tweede Wereldoorlog gebouwde noodwoningen langs de Kruibeekse Scheldelij nog bewoond. In 1958 werden die huisjes afgebroken en sindsdien is deze verbindingsweg naar de overzetdienst Kruibeke-Hoboken er onaangeroerd blijven bij liggen. Na het aanleggen van het gecontroleerd overstromingsgebied werd ook gestart met de heraanleg van de Scheldelij als een toegangspoort naar het op maandag 25 november 2013 officieel geopende recreatiepark, gelegen ten noorden van deze Scheldelij. Nadat enkele klassen uit de scholen van de drie deelgemeenten een rondleiding kregen in het park, werden zij vergast op koffie of warme chocomelk en een wafel. Geïnteresseerde Kruibekenaren en niet-Kruibekenaren kregen eveneens een rondleiding langs de kronkelende wandelwegen tussen de verschillende vijvers, onder leiding van verschillende barbiergidsen. Na deze kennismaking werd het tijd voor het officiële gedeelte van de dag. De inhuldiging door minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schouwvliegen en burgemeester Jos Stassen. Dankzij dit project is de Kruibeekse polder en zeker de polderstraat en het lager gebied van Kruibeek waar mensen wonen beschermd voor overstromingen. Dankzij dit overstromingsgebied hier rechts van ons beschermen wij alles van Ruppelmonde tot Lier. Dankzij het Kortrijk hebben we een mooie natuur erbij gekregen, hebben extra veiligheid erbij gekregen en hebben wij vooral ook een plaats gekregen voor ontspanning. Vandaag is er ook een 4-sterren natuurgebied in Kruibeke. Van harte proficiat daarvoor. Ook Europa heeft gezien wat voor een waarde dit gebied heeft. En de helft van wat wij hier investeren in dit gebied zijn ook subsidies die we hebben ontvangen van Europa. De natuurorganisaties, de buurtbewoners, de ondernemers, iedereen zag de waarde in van dit gebied en het feit dat dit toch wel een meerwaarde is voor Kruibeke en omgeving. Ik wil jullie daar allemaal van harte voor bedanken. Het is 5 keer veilig geworden en dat in combinatie met recreatie. Proficiat aan iedereen die daaraan meegewerkt heeft. Dankjewel voor uw aandacht. Met een natje en een droogje werd nog nagepraat over het prachtige Kortbroek, waar in de toekomst zowel de visser, de wandelaar als de natuurliefhebber zijn gading zal kunnen vinden.